Goeiedag kijkers, welkom bij een nieuwe video van Matrix. We zijn vandaag aan de Amstel. De bedoeling was om een video op te nemen over typische visserij in de zomer. Afgelopen 3-4 weken was het prachtig weer, maar vandaag hebben we de regenjas maar even aangetrokken. Kun je mijn auto even dichtgooien? We filmen vandaag een sessie aan de Amstel tussen Oudekerk aan de Amstel en Amsterdam. Dit gedeelte van de Amstel is circa 50 meter breed en de diepte varieert zo grofweg tussen de 1,5 en de 3 meter. Het water heeft weinig stroming, dus we kunnen met relatief licht materiaal aan de slag. Het water heeft een goed bestand aan witvis en vandaag laat ik mijn aanpak zien op dit type water. De spullen staan allemaal, ik ben er klaar voor. Ik kies vandaag voor 2 stekken. Eentje tegen de leliebladen aan, een lange lijn, ongeveer 50 meter. En ik heb een korte lijn uitgepeild op ongeveer 20 meter. Ik verwacht voornamelijk de stek tegen de leliebladen te gaan bevissen. Ik denk dat daar de meeste vis huist op het moment. Het is een vrij ondiepe plek. Dus ik heb ervoor gekozen om ook rond de 20 meter in de vaargeul nog een extra plekje te maken. Aan de overkant heb ik 3 keer een orbit feedertje gegooid. Met wat wormen erin en wat kasters. Ik heb kort ook op 20 meter een stek gemaakt. Die heb ik aangevoerd met 4 cage feeders. Vrij groot formaat. Veel kasters erin. Die plek die ga ik gewoon met rust laten. Ik verwacht dat de stek aan de overkant de meeste vis gaat opleveren. Omdat hij ziet er heel interessant uit. Het randje van de leliebladeren. Mocht de vis daar nou niet zitten, dan heb ik op 20 meter een plek om op terug te vallen. Deze stek is wat dieper en ligt midden in de vaargeul. Dus heb ik eigenlijk een hele andere stek, mocht de vis aan de overkant niet aanzien. Nou, we kunnen beginnen. Als korf gebruik ik de orbit feeder. 50 gram, er staat behoorlijk wat wind. Dus ik wil voorkomen dat de korf te veel gaat afzwaaien. Aan de haak heb ik 2 mespiertjes met een maden. Ik ben er klaar voor. Voor de korte afstand gebruik ik de Horizon XS Slim op 3,50 meter en hier zit een 3000 molen op. Voor de lange afstand gebruik ik de Horizon XC in een lengte van 3,80 meter en deze wordt voorzien van een Horizon X 4000. Ik ben nu begonnen met de stek aan de overkant te bevissen. Ik ga de stek aanvoeren of opbouwen door ongeveer om de 4-5 minuten een redelijk klein korfje met wat wormen en wat kasters te brengen. Door regelmatig in te gooien, hoop ik op een rustige manier de stek aan de overkant op te bouwen. Dit is eigenlijk een andere aanpak als wat ik op mijn korte lijn doe, waarbij ik een aantal grote korven neergegooid heb met redelijk wat aas. In de hoop dat de vis daar een beetje rond blijft scharrelen op het aas wat er ligt. Aan het begin van de sessie ga ik ook wat aas wisselen om te kijken waar de vis mogelijk het snelst op reageert. Ik heb eerst ingegooid met een paar kleine mespiertjes. Laat ik hem een minuutje of 4-5 liggen. En bij de volgende worp ga ik andere aas proberen. Dus bijvoorbeeld een grote dendrobena worm. Op deze manier probeer ik erachter te komen waar de vis het snelst op gaat reageren. Nou, we zijn net begonnen. Eerste korf. Er lag nog geen 5 minuutjes erin. Direct al een leuke vis. Nou, mooie vis om mee te beginnen. Klein brazentje. Ons of 8, 9 denk ik. Nou, niet de super grote. Maar ik verwacht er al wel een paar. Nou, we zitten inmiddels 20 minuutjes te vissen. Dus mijn
tweede vis inmiddels. De eerste was een klein brasempje. Nou, ik lag eigenlijk net nog geen 5 minuten terug op de plek. En direct al een mooie aanbeet. Lijkt een iets groter exemplaar. Oh, de vis schrok een beetje. Hij zag de cameraman. Mooie brasem. Mooi gezonde vis. Van ruim een kilo. We zetten hem weer voorzichtig terug. Voor zowel de korte als de lange afstand gebruik ik een Horizon Tapered Leader. Onder deze video plaatsen we een link naar een vorige sessie waarbij ik uitleg geef hoe je deze voorslag het beste knoopt. Nou, inmiddels hebben we de derde vis. Lijkt wederom een mooie brasem. De eerste twee kwamen behoorlijk snel. 4-5 minuutjes naast elkaar. Nou, toen was het eventjes 10 minuutjes geen aanbeet. Ik kreeg wel een lijnzwemmer, dus ik heb wat aas veranderd. Ik heb nu 3 kleine mespiertjes aan de haak gedaan. En prachtige winden. Het voer dat ik vandaag gebruik, heb ik 's ochtends voor aanvang van de sessie al vochtig gemaakt. Omdat de Amstel relatief ondiep is, kies ik ervoor om het voer niet al te nat te maken. Ik heb het voer zo bevochtigd dat ik nog net, wanneer ik erin knijp, een bal ervan kan maken. Ik kies ervoor om het voer droog aan te maken, zodat ik tijdens de sessie nog kan kiezen of ik met wat natter of juist droger voer wil vissen. Natter voer zorgt ervoor dat het voer langer in de korf blijft zitten en wat droger voer geeft meer attractie. We hebben nu zo'n 1,5 uur gevist. De eerste uur ging eigenlijk heel erg goed. Een aantal mooie brasems gevangen. Ik merk dat de stroming nu een beetje eruit begint te gaan en dat de vis ook wat minder begint te azen. Ik heb daarom de Orbit Feeder vervangen voor een Horizon XD. Deze plastic speedkorf. Die heeft wat fijner gaas vergeleken met de Orbit Feeder. Dat zorgt ervoor dat het voer wat langer in de korf blijft zitten. Zodat je wat langer attractie hebt. Dus je kan hem wat langer laten liggen. Maar mijn voerkorf blijft wel attractief. De aanbeten worden ook wat voorzichtiger. Ik krijg nog wel af en toe lijnzwemmers tussendoor. Dus ik heb zeker het idee dat de vis nog wel op de plek is. Maar dat hij wat minder aan het azen is. Voor mij een moment dat ik de korte lijn ga uitproberen. Aan de ene kant om te kijken of daar ook wat zwemt. Gewoon nog 1 vis op de lange lijn. Dus ik ga straks de korte lijn even proberen. Omdat ik wel wat lijnzwemmers krijg, maar toch een stuk minder aanbeet aan de overkant, wil ik die plek eventjes met rust laten. Mogelijk heb ik aan het begin wat te veel aas gebracht, waardoor ik daardoor wat minder beten krijg, maar wel de lijnzwemmers. Dus ik ga even een kwartiertje kort vissen. En dan ga ik straks weer terug naar de verre afstand. Voor de korte lijn kies ik een wat meer verfijnde aanpak. Ik gebruik een wat lichtere haak, maatje 16, SP Feeder. En eigenlijk de derde keer ingooien, heb ik al meteen 2 vissen. De eerste was een
visje van ons of drie. En nu toch een mooie brasem van een kilo. Ik ga nu de stek aan de overkant weer proberen. En in de tussentijd zal ik jullie uitleggen en laten zien welke korven we bij Matrix nieuw in het assortiment hebben. Vandaag gebruik ik het vernieuwde model van de Horizon Feeder. Vergeleken met het vorige model is deze verbeterd. Er is iets dikker en steviger gaas gebruikt. En ook is de korf voorzien van een matzwarte in plaats van een glimmende coating. Het voordeel van de matzwarte coating is dat de korf nog minder opvalt tegen de bodem. Een ander model feeder wat ik vandaag gebruik is de Orbit Feeder. Dit is een super gestroomlijnde speedkorf waarbij het gaas achter het lood geplaatst is. Dit zorgt ervoor dat deze nog beter door de lucht vliegt. Ook deze korf is voorzien van een matzwarte coating. En het verschil met de gewone Horizon Feeder is dat deze grof gaas heeft. Dit grove gaas zorgt ervoor dat het voer sneller de korf uitgaat, waardoor je meer attractie op je voerplek krijgt. Ook deze korven zijn voorzien van een matzwarte coating. Een ander nieuw model voerkorf in het Matrix assortiment is de Bottom Weight Cage Feeder. Dit model feeder is voorzien van een loden ring aan de onderzijde, wat zorgt dat die makkelijk gooit. En de grote opening van de voerkorf zorgt ervoor dat je ook particles kan gebruiken, zoals mais. Deze gaan moeiteloos uit de voerkorf vandaan. Ook deze korf is voorzien van een matzwarte coating. Nou, net 10 minuutjes terug aan de overkant gevist, maar eigenlijk zonder beet. Daarom weer teruggeswitcht naar de korte lijn. En eigenlijk mijn eerste inworp krijg ik direct weer een aanbeet van wat kleinere vis. Als aas gebruik ik nog steeds 3 kleine maden aan de haak. Ik heb nu mijn onderlijn ingekort tot zo'n 50 centimeter. Dit omdat de kleine vis best wel snel aast. Dus door de onderlijn in te korten, haak je ze wat eerder. En voorkom je dat ze de haak inslikken. Nou, de korte stek die loopt eigenlijk verrassend goed. Vrij vlot na het ingooien krijg ik telkens een beet. Gemiddeld genomen zijn de vissen wel een stuk kleiner dan de overkant. Maar al met al, doordat ze vrij vlot komen en de overkant niet zo snel liep, vind ik de korte stek dus op het moment wel een betere optie. Van het vissen op zo'n korte lijn is dat je een stuk subtieler te werk kan gaan. Ik vis met het kleinste model standaard cage feeder, 20 gram. Haakje 16. 3 pinkjes erop. Met deze aanpak kan ik lekker vlot vissen, krijg snel beet en eigenlijk elke aanbeet verzilver ik. Voor de korte lijn gebruik ik vandaag een standaard cage feeder. Dit nieuwe model feeder is ook voorzien van zeer stevig gaas en een matzwarte coating. Vergeleken met zijn voorganger is het lood taps gegoten, waardoor er meer gewicht naar voren wijst. Hierdoor vliegt de korf beter door de lucht dan zijn voorganger. De tweede helft van de sessie heb ik vooral op de korte lijn goed gevangen. Subtiele aanpak. Korte onderlijn, kleine korf. Liep hartstikke goed met 3 maatjes. Nou, de sessie zit erop. We hebben vandaag heerlijk Holland zomerweer gehad. Een paar flinke plensbuien en aardig wat wind. Ik hoop dat jullie het een leuke video vinden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.